I consider it a moral obligation for Deloitte to be able to educate its clients on exponential technologies, because if they don't understand that, they're missing the entire realm of technologies that can disrupt them or help them solve their biggest problems. Ik vind dat wij aan onze stand verplicht zijn om vooruit te lopen. En met dit soort evenementen laten we zien dat we dat daadwerkelijk ook doen. Het omzetten naar praktijk, naar concrete proposities, die ook weer goed in de markt gezet kunnen worden, dat vind ik voor mij de grootste uitdaging. Ja, helemaal geïnspireerd hier vandaag. En vanavond was het toch weer een stukje toepassing op Deloitte en een stukje specialisering. En het blijft gewoon interessant om over dit soort onderwerpen na te denken. We hebben vanavond 1500 Deloitters. Geweldige sfeer. Behalve het onderwerp en de content is ook het sociale aspect dus gewoon ontzettend belangrijk. Het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat we met zoveel Deloitters bij elkaar zijn. Ja, ik vind het echt geweldig avond. So you have to find ways to experiment and take risk on these new exponential technologies and then working them back into the core. If you're not the group disrupting yourself, there will be someone else that does it.